boerderij en dan, ja, dan zie je ergens een woonwagen en koopt die. In deel 1 hoorden we hoe Maria Kapteins op het idee kwam een woonwagen te kopen. En in deel 2 begon de opknapbeurt. En nou moet ik dus eerst eigenlijk de tussenbalk maken. Ja. Die daarboven zit. En dan kan ik eigenlijk pas definitief al die spanten gaan zetten. Ja. Dat witte moet helemaal dik in de grondverf gezet worden en geplamuurd. En dan kan het ronde dak erop gezet worden. Het is moet eruit gehaald. En dan moet ik proberen dat weer een beetje met ongeveer eenzelfde houtsoort weer bij te werken. Gisteren had ik voor het eerst met een enorme regenbui geen water binnen. Dag meneer Jan. Leuk je weer te zien. En schiet het een beetje op nou? Ja, het is nog een weekje en dan is het klaar. Kijk, en dan zijn we nu dus bezig met de bovenruimtes. Wat heb je nou precies gedaan met al die raampjes? Want ze hebben ze allemaal uit moeten halen. Allemaal uitgehaald. En daar waren dus een paar stukken erbij. Ja, mooie. En nu moet ik voor elk ruitje moet ik allemaal van die latjes gemaakt. 3. 4 latjes maken. Die dan allemaal weer zo in elkaar komen te zitten. Dat noemen ze glaslatjes. Ja. Hoeveel meter heb je dan al? Hoeveel raampjes zijn het dan niet? Het zijn per kant 15 ramen. Dus dat zijn 30 ramen. Maal 4 is 120 van deze latjes. En dat is elke keer hier af en dan naar binnen. En dan zagen en dan omhoog. En dan, als het straks droog is, dan kan ik hier het zaagje zetten. Dan is de loop iets minder. Maar nu is het af en toe nat, dus dan kan ik beter binnenwerken. Ja. En elk raampje is net iets verschillend. Ja, zijn ik, kan niet in, ik kan niet in één keer alle raampjes. Nee, er zit elke keer wat in. Want deze is 57. Deze is 56.3. En die is weer 56.9. Zo. En de hoogte varieert van 8,5 naar 9. Zo. Dan moet je ook al die ruitjes ook allemaal precies op volgorde leggen. Die heb ik genummerd. Heel standaard. Links van 1 tot 15 en rechts van 1 tot 15. Het is dan zoals het zoals allemaal moet worden. Dat wil alleen zeggen dat deze lijstwerken, die zijn allemaal bijgewerkt. Die zijn allemaal bijgewerkt. Dit zijn de originele lijsten nog. En alleen deze strip die hierin komt, die heb ik nu nog losgelaten. Die komt er straks vast in te zitten. Maar die moest ik nog bij een paar keer, dus die heb ik nog even los. Die kan er dan weer uit en die kan straks, als alles klaar is, kan die er definitief in. Maar dat is het eerste raam wat is. Dus het eerste raam wat nu zit zoals het zit, helemaal waterdicht. En daar kan dus geen water meer van buiten naar binnen komen. Ja. Want dat was met al die ramen het grootste probleem eigenlijk. Het lekken. En hoe zit het dan nou met die ramen die nog niet af zijn? Gaat het dan nu ook lekken? Nee, kijk, die zijn allemaal al behandeld. Oh. Deze moet je even vergeten. Vergeten. Maar dit is allemaal allemaal al klaar. Hier kan geen druppeltje vocht meer doorheen. Als het regent, dan komt toch het water door. En dan zie je hier en hier een buisje. Ja. Daar zit hier zit een blikken goot. Een gootje van blik zit hieronder. Ja. Dat loopt naar elkaar toe. Dat loopt in een pijpje en dan loopt het water zo keurig naar buiten. Origineel zaten die buisjes dus tot hier, zo'n beetje. Aha, oh ja. Maar toen was ook de onderkant van de balk helemaal weggerot. Ja, ja. Want dan komt het vocht uit het buisje, dan komt het balk. Ja, 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 ja. Dus straks laat ik hem een centimetertje uitschuiven. Oh ja, dat is mooi. Maar dat systeempje was wel helemaal stuk. Dus ik heb dat wel opnieuw moeten rechtmaken, in elkaar zetten en hier en daar een beetje solderen dat het weer dicht was. Kijk, deze randen. Die
Die komen dus overal hier te zitten. Mooi, hè? Prachtig. Oh ja. Maar er is heel ander gezicht. Dus dat houdt in dat je deze stukken hebt. En die lengtes liggen daar. Mm-hmm. Die komen dus ook hier weer te zitten. Over de volle lengte van de woonwagen. Die heb je allemaal afgeschuurd, heb je? Allemaal. Ik heb ze behandeld. Het is aluminium. Dus dat was verweerd. En dat was niet alleen verweerd, het was ook er zat ook vier lagen verf overheen. En daar is een hele simpele manier voor om dat goed te krijgen. Ik zal het even pakken. De ouderwetse pannenspons voor. Is beter dan staalwol, want dit staalwol dat raakt op, dat gaat weg. En dit, hier kan je dus alles mee doen. En dat is ook allemaal handwerk, hè? Dit is handwerk. Ja. En deze waren dus verdwenen uit de woonwagen. Die heb ik uiteindelijk in Dokkum gevonden. Zo. Dus de grootste afstand in Nederland is Maastricht-Dokkum. Ja. Langer is er niet. En die heb ik toen, die zag ik op internet staan. Mijn man die ze dat verkocht heeft, die heb ik allemaal gekocht. Die paste geen van allen. Oh. Het was alleen het motief wat goed was. Oh. Dus dit motief wat hierin zit is van dit type wagen. Ja. En toen heb ik dus al die dingen passend moeten maken voor deze ruimte. Dus de een was te lang, de andere was te kort, maar er was er geen één die paste. Nee. En die heb ik dus schoongemaakt. Nou ja, oké, hier die stukken op, hier bijvoorbeeld het nieuwe aangezet, ingekort aangezet. Dit houtsnijwerk een beetje bijgewerkt, zodat het leek wat het was. Deze dingetjes, wordt dat mee vastgezet. Die heb ik allemaal dus ook weer na moeten maken. En, want die waren, de meeste waren stuk en waren gescheurd. Dus die zijn, en die worden dan ook allemaal weer straks gekleurd en ingekleurd en bijgewerkt. Die hoekjes, idem dito. Dus elk raam heeft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componenten. 11 componenten. Dat is één raam. Nou, maal 6 is 66 componenten. Ja. Maar je ziet dan ook steeds nieuwe dingen in, hè? En ook dingen gebeuren. Ja, ja. En als die raampjes bijvoorbeeld denk ik, oh, dan zal die er echt aan gaan beginnen. Want dan denk ik me zo gigantisch veel werk en dat is het ook. Ja. Ja, een dag in één keer begint hij aan die raampjes. En denk ik, hij doet het toch nog steeds. Ja. Ja, ja, dus ik geloof er wel in dat het volgend jaar klaar is. Maar de eerste inwijding is een andere. Dat doe ik alleen. Ja. Dat is de overnachting. Dat is de overnachting, ja. 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 Maar Piet, als je nou deze kant die grijze kleur bekijkt en de andere kant de rode kleur. Ja. Wat is er mee gebeurd voordat het die rode kleur was? 3 keer geschuurd. Oh, en voor die rode kleur was heb ik nog 1 vliegenplager op gehad met natte verf. Oh. En toen die over was, heb ik hem moeten schuren. En toen moest ik hem weer schuren en toen kreeg ik een regenbui erop. Oei. En toen moest ik hem weer schuren. Nou ja, dan krijg je dus 3. Dat is iedere keer dan opnieuw weer schuren. En dan opnieuw verven, ja. Ja. Maar is er überhaupt iets gek aan deze woonwagen, Piet? Nee. Is niets gek aan deze woonwagen. Ja, ja. Oh ja, dat ook nog. Als nou dit geheel klaar is. Klaar is. Dan gaan al die stellages gaan weg. Ja. En dan moet ik aan de onderkant beginnen. En dat is een ramp. Ik ben blij dat je het zegt, want ik zat al te denken, zal die daar ook nog... Nou, die onderkant is veel erger eigenlijk, want dan moet je dus op je knieën, je moet op de grond. Dat is iets waar ik wel tegenop zie. Ja. Dat wordt geen leuk werk. Dus we hebben er gezamenlijk vreselijk veel lol van, oh Jan. En ik zit altijd wel te mopperen en te doen en te meutelen naar Maria. En ja, en een boos, maar uiteindelijk gebeurt het toch zoals zij wil. Hij wordt niet echt boos. Ik mag graag tegenspraak geven. Ja. Maar dat stimuleert jou ook, heb ik het idee, hè? Maar ik weet dat je het niet echt meent. Dat vindt hij gewoon leuk om te doen, dat je mopperen, maar het is niet echt mopperen.